De Saval-brandveiligheidsassistent controleert of het hele gebouw met brandslanghaspels en brandblussers geblust kan worden. De plugin doet dit op basis van het Nederlandse bouwbesluit en NEN 4001 en neemt hierin de lengte van de brandslang mee. Daarnaast heeft de plugin een uitgebreide Saval-productbibliotheek met de Saval-producten die samenwerken met de berekening van de brandslanghaspel en brandblusserdekking. Om de Saval-brandveiligheidsassistent goed te gebruiken, is het noodzakelijk om ruimtes en deuren in uw project gedefinieerd te hebben, zodat de Saval-plugin weet waar brandblusapparatuur geplaatst kan worden. Om vervolgens de Saval-brandveiligheidsassistent te gebruiken, gaat u naar de werkbalk en klikt u op het kopje Add-ins en vervolgens op de knop Saval-brandveiligheidsassistent. De brandveiligheidsassistent zal een nieuw venster openen. Linksbovenin kunt u zien hoeveel procent van uw gebouw gedekt is door de brandblusapparatuur. Daarnaast verschijnt er een plattegrond in welke u gemakkelijk kunt zien welk gedeelte van uw gebouw gedekt wordt door de brandblusapparatuur. Wanneer u links op het tabblad Producten klikt, verschijnt er een overzicht van alle producten van Saval die in deze plugin zijn opgenomen. Om een product te selecteren, klikt u op de afbeelding van het gewenste product. Na het kiezen van het product kunt u verschillende opties selecteren. Onder de afbeelding van het product verschijnt een pictogram met de brandklasse voor welke het product geschikt is. Om het product te laden in Revit klikt u vervolgens op de knop Import en plaats Family. U kunt nu uw product plaatsen in het model. Wanneer u vervolgens de brandveiligheidsassistent opnieuw opent, kunt u gemakkelijk zien welk gedeelte van uw gebouw gedekt wordt door het zojuist geplaatste brandblusapparaat. Te zien is dat de brandslang ook de naastgelegen ruimtes kan bereiken via deuren. De donkerblauwe kleur geeft het directe bereik van de brandslang aan. De lichtblauwe kleur geeft het bereik van het water uit de spuitmond aan. De rode kleur geeft aan dat deze delen niet gedekt worden. Om een 3D-visualisatie te creëren, klikt u op de knop 3D-visualisatie. Een nieuw venster zal openen in welk een 3D-model verschijnt. U kunt dit model draaien door uw rechtermuisknop in te houden en de muis te bewegen. Ook is het mogelijk om in en uit te zoomen door met uw muiswiel te draaien. Wanneer het product geplaatst is, is het mogelijk het type aan te passen door het product te selecteren en in het Properties menu een ander type te selecteren. Wanneer een ander type geselecteerd is en de Saval brandveiligheidsassistent opnieuw geopend wordt, is te zien dat het bereik van de brandslang automatisch aangepast wordt. Het is mogelijk om een brandslang te verplaatsen door de brandslang te selecteren en te slepen. Wanneer de brandveiligheidsassistent opnieuw wordt geopend, is te zien dat het bereik van de brandslang is aangepast aan de huidige locatie van de brandslang. De Saval brandveiligheidsassistent biedt daarnaast de mogelijkheid om brandcompartimenten te definiëren in uw model. Om een brandcompartiment te definiëren, selecteert u een wal. Vervolgens klikt u in het Properties menu op Edit Type. In het Edit Type menu vindt u onderin het kopje Fire Rating. Bij dit kopje voert u uw zoekwaarde in, bijvoorbeeld het aantal minuten dat de muur brandveilig is. Om vervolgens uw brandcompartiment te definiëren, opent u de brandveiligheidsassistent en klikt u op het menu Instellingen. In het Instellingen menu klikt u op Brandcompartimenten bepaald door en selecteert u vervolgens Wandparameter. Een nieuwe balk Zoekwaarden verschijnt. Hierin vult u uw zoekwaarde in waardoor u uw brandcompartiment wilt laten definiëren. Het gedefinieerde brandcompartiment wordt nu aangegeven met een gele lijn. Te zien is dat het brandcompartiment niet wordt meegenomen in de berekening van het dekkingspercentage van de brandblusapparatuur en dat het percentage automatisch aangepast en geüpdate wordt. Met de Saval brandveiligheidsassistent bent u er zeker van dat het bereik van brandslanghaspels en brandblussers op basis van uw gebouwontwerp goed gecontroleerd wordt, terwijl er rekening wordt gehouden met het feit dat een brandslang de hoek om moet. Onbereikbare hoeken van een gebouw kunnen sneller en beter gevonden worden. De visualisatie met de cirkels is een zeer goed communicatiemiddel om het bouwteam en de brandweer ervan te overtuigen dat de brandblusapparatuur goed zijn geplaatst. Met de Saval brandveiligheidsassistent wordt het plaatsen van brandblusapparatuur in een project gemakkelijker en objectiever, omdat het minder handmatig gecontroleerd hoeft te worden.
Het projecteren van brandblusapparatuur wordt via BIM integraal gemaakt aan andere ontwerpdomeinen. Bent u geïnteresseerd en wilt u de Saval plugin zelf gebruiken op uw eigen Revit project? Neem dan contact op met Saval.